Vind je het allemaal aan? Ik denk dat jij een afscheid bij Toledo heel anders in je hoofd had. Ja, absoluut. Dat was niet de bedoeling eigenlijk. Eerste helft had ik ook wel echt het idee dat dit gaat wel goed komen. Ik speelde de eerste helft eigenlijk prima. Ik kreeg natuurlijk een penalty tegen wat wel zuur was, maar we deden het op zich gewoon goed. En het is jammer dat eigenlijk de tweede helft niet meer aan het voetballen toekomen. Of in ieder geval niet meer laten zien wat we de eerste helft lieten zien. En dat krijg je zo'n eind, zeg maar. Ja, want hoe voelt dat in het veld? Dat je ineens dan die controle zo ziet wegappen. Ja. Lijkt me verschrikkelijk. Zeker in zo'n wedstrijd. Ja, heel erg moeilijk inderdaad. Je merkt dat wij werden steeds meer naar achteren gedrukt. En ja, ze hebben natuurlijk veel de lange bal gehanteerd. Maar dat deden ze eigenlijk over de twee wedstrijden de hele tijd. En ze kregen daar steeds meer gevaar uit. En ja, je ziet op een gegeven moment dat het steeds moeilijker wordt. En ja, dan valt die 2-1. Ja, en dan zie je dat iedereen gebroken is. En dan is het echt heel moeilijk om dat nog om te draaien. Of in ieder geval gelijk te spelen. En in ieder geval een verlenging uit te halen. Maar het was de 2-1 die nekte ons. Ja, was het dan sowieso misschien voor jullie dit seizoen dat het vaak gewoon de vermoeidheid was die een rol speelde in de laatste fases? Nou ja, vorige week speelden we tegen Odin. En toen hadden we echt het gevoel dat we juist in de tweede helft het betere van het spel hadden. En zeker ook op fitheid en op conditie verschil konden maken. Alleen het leek wel of het deze wedstrijd omgedraaid was. Dat zij nog konden blijven gaan tot aan de 90ste minuut en dat het bij ons op was. Maar ik denk dat 2-1. Die 2-1 was, dat was gewoon echt een next breakpunt. Ja. Ja, en zoals vaker dit seizoen ben je weer trefzeker. Je sluit in ieder geval wel af met een goal. Ja. Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar en sowieso je periode bij Toledo? Ik heb een geweldige tijd gehad. Ik heb het echt ontzettend naar mijn zin gehad. En het doet me wel pijn dat ik ermee stop. Maar we hebben het dit seizoen ook weer gewoon hartstikke goed gedaan. We zijn gedeeld eerste geworden, om het zo maar even te zeggen. Finale na competitie gehaald. Alleen, je moet ook dat soort momenten moet je gewoon leren winnen. En moet je er staan op het juiste moment. En zorgen dat je... Ja, maakt niet uit dat het niet zo mooi is, maar in ieder geval dat je gewoon de wedstrijd wint. En dat je waar je voor speelt, dat lukt, promoveren. En dat is helaas twee keer niet gelukt dit seizoen. Maar al met al heb ik het prima afgesloten dit seizoen en gelukkig nog een goaltje kunnen maken. Ja, maar wat ga je eigenlijk doen volgend jaar? Ga je een vriendenteam spelen? Ga je op een heel laag niveau voetballen? Wat ga je doen? Nou ja, ik zal het me niet zeggen, maar het is SW4 inderdaad met jongens waar ik vroeger ook mee gespeeld heb. Daar ga ik nu mee spelen. En dat is een heel ander niveau dan dat ik nu speel, maar dat is een bewuste keus. Dus prima. Dan ga je ook in de spits lopen spelen of krijg je een vrije positie? Ik heb geen idee, daar moeten we maar eens even over hebben met die jongens. Maar ze vinden vast wel een plekje voor me. Dankjewel.